De eindexamens zijn momenteel in volle gang. Middelbare scholieren trekken massaal naar de universiteitsbibliotheek omdat ze zich daar beter kunnen concentreren. De universiteitsstudenten klagen op hun beurt over de druk die dat met zich meebrengt. Ja, er zitten wel echt heel veel middelbare scholieren op dit moment. Als je de UB gewoon inloopt, de centrale locatie, dan zitten ze gewoon aan de tafels. En eigenlijk zijn ze nu gewoon echt in de meerderheid ten opzichte van de studenten. Ik heb er nog niet zoveel van gemerkt. Ik zit meestal ook in de groepsruimtes boven en daar is het sowieso vrij rustig. Maar ja, soms zitten er wel scholieren, maar ik heb er zelf niet zoveel last van. Ja, dat merk je wel, moet ik zeggen, ja. Ik ben er de laatste tijd niet zo heel vaak geweest, maar ik heb het niet gezien of het is me niet opgevallen. Het is ook redelijk druk, meestal bij tentamenperiodes, et cetera. Dan is het wel handig als je een vrije computer kan hebben. En het is een universiteitsbibliotheek, dus het is dan ook voor universitaire studenten, lijkt me dan. Het moet wel een soort van in beperkte mate blijven, maar ik zou niet weten hoe je dat dan zou kunnen reguleren, zeg maar. Je kan ze in principe niet de toegang ontzeggen, want het is wel een centrale openbare bibliotheek. En een oplossing. Ik denk dat de middelbare scholen daar zelf over moeten nadenken. Om misschien tegen hun te zeggen van, of voor hun gewoon een ruimte in te richten op hun eigen school. Zodat ze daar gewoon kunnen studeren. En wat denkt de middelbare scholier er zelf van? Ik kan me gewoon vooral gewoon goed concentreren. Dus dat is gewoon het belangrijkste waarom ik hier zit. Stel, er zit echt gewoon de hele zaal zit vol met de scholieren en er is geen ruimte meer voor studenten. Zou ik snappen dat ze het irritant vinden, maar voor de rest ja, als er gewoon genoeg ruimte is, waarom? De middelbare school moet gewoon zelf gewoon goede ruimte zorgen, maar voor de rest ja, denk niet echt dat er een andere oplossing is. Uitbreiding of zo van het gebouw zou een optie kunnen zijn. Ik weet niet of je echt studenten kan buitensluiten om ideeën vragen of zo, dat gaat volgens mij te ver. Ik vind dat iedereen hier welkom is als iedereen zich gewoon goed gedraagt. Ik heb niet concreet last van. Wel, ik heb wel last van het feit dat ze nemen gewoon heel veel plekken in. En het is gewoon daardoor veel drukker. En ook in de UB merk je het. Veel meer mensen lopen er doorheen. En het is minder rustig. Die mensen gaan met elkaar praten. En het is wel afleidend.